luistert naar deze uitleg. Die dame, lieftallige dame daar, die een elleboog moet geven omdat ze volgens mij corona heeft, maar niet. Die gaat het uitleggen. Maar nu gaan we even naar het spannende moment. Zijn jullie er nog bij, alsjeblieft, dat we de bordjes gaan uitdelen? Karin, lieftallige assistente, gaat de bordjes uitdelen voor een heel eerbaar, zeg maar, baantje die niet betaald wordt deze avond, namelijk dat je punten mag uitdelen voor de wildcard en de deelnemers. En even kijken wat ik in de tussentijd ook nog kan uitleggen, is dat wij natuurlijk een jury hebben. En de jury is deze avond niemand minder dan Ivan Wurst. Zijn brilletje, dat is gewoon echt, weet je, helemaal geeky. Hij is per ongeluk een expressionist en met opzetten schrijver. Kijk, dat zijn altijd net goede opzettelijke dingen. Hij uit zich in spoken word theatermuziek presenteren. Hij was onder meer spreker bij TEDx. Ja, ja. En hij vormt samen met Tyler Kouwijzer, als ik het goed heb gezegd, Patrick Ribeiro, Bar Guys, spectaculaire theatrale spoken word act. Dus deze guy is heel veel en hij zit nu gewoon hier. In de pauze dus kunnen jullie handtekeningen vragen, ik weet niet. Ik kan hem ook omkopen. Oké, even kijken of ik meer kan uitleggen. Zijn de bordjes uitgedeeld of is dat een heel spannend gebeuren daar? We gaan even iemand geven dat we heel gespannen hebben. Kan ik ook nog even vertellen dat elke ronde wordt geloot wat de volgorde is? Dan kan ik nu alvast de mooie namen van de deelnemers noemen in de volgorde dat ze gaan optreden. Dat is nummer 1. Waarom kan ik mijn eigen handschrift lezen? Nina. Nummer 2 is Dido. Zeg ik dat goed? Adilsa. Hey, Adilsa, hallo. 3 is Wendy. 4 Anna. En 5 is Jeroen. De enige man in de house die moet feminine power. Ja, Jeroen. Ik denk dat we nu wel gaan beginnen, want de bordjes zijn uitgedeeld. Ik geef het podium aan Nina en Adisa. Oh, ik vergeet afgeven. Zie je, dit gaat helemaal goed. Dit. Mag ik even de verontschuldiging voor mezelf? De eerste keer dat ik host dit grote, belangrijke evenement. Het tweede grote evenement naar het Songfestival, mensen. Dat is een spanning op. Kijk, wat er nu gebeurt, was ik vergeten. De fiches worden uitgedeeld. Super belangrijk, want jullie krijgen allemaal rol. Na elke ronde mogen jullie in die potjes een fiche doen voor de persoon die jullie het beste vonden. En elke ronde krijgen jullie een ander gekleurde fiche om fraude te voorkomen. Jongens, gewoon fair play. Ook hier. Al is het geen sportveld, gewoon fair play. Dus nu worden de fiches uitgewerkt en als dat gebeurt, dan kunnen we gewoon gaan beginnen. Ik heb genoeg gepraat. Ja.